Yo mensen, welkom bij de derde aflevering van Puppytocht. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien dat we de puppy gingen ophalen. En in deze aflevering gaan we de naam bekendmaken van de puppy, want ja, we hebben al een naam. De naam van deze puppy is Nola. Nou, dat is natuurlijk echt... Nou, als je gewoon naar die puppy kijkt en je denkt Nola, dat past er gewoon bij. Vind ik dan. Laat weten of je het een leuke naam vindt of niet en of je het een schattig hond vindt of niet. Vandaag gaan we ook kijken hoe het is gegaan met de eerste nacht dat de puppy hier heeft geslapen. Hier in ons huis. In de woonkamer. Eigenlijk zou ik deze nacht op de bank slapen bij de puppy. Alleen was ik gisteravond doodziek. Ik had hoofdpijn. Ik moest overgeven een paar keer. Dus nou ja, ik ging maar gewoon op tijd naar bed toe. Eigenlijk heeft mijn moeder dat overgenomen. Die heeft op de bank geslapen naast de puppy. Want ja, de eerste nacht is het wel fijn als je even toch nog iemand bij je hebt. Omdat je nog niet helemaal gewend bent aan het huis. Omdat de hond natuurlijk ook nog niet eens 8 weken is. Dus dat is nog super jong. Heeft Nola, ik kan nu Nola zeggen. Ik bedoel, nu weet hij het. Heeft Nola 2 keer gepoept in de nacht. En ook 2 keer geplast of zo. Dus nou ja, de hond is natuurlijk nog lang niet zindelijk. En ze weet ook niet precies wat uitlaten is nog. Dus nou ja, op zich, het is niet moeilijk of zo om het weg te halen. Ja, het klinkt nu heel smerig of zo. Maar eigenlijk na 5 minuutjes is de stank wel weg. En nou ja, de poep kan je gewoon met zo'n poepzakje opruimen. In ieder geval laten we naar de puppy gaan om te kijken nou ja, hoe het is gegaan. Als je dan beneden komt, dan zie je als eerste gelijk de puppy. Kijk, daar ligt ze op de grond. Wat een schatje. De puppy ligt nou heerlijk te slapen. En zo toen als ze wakker wordt, want ze heeft, voordat ze ging slapen, heeft ze nog gegeten. En zo toen als ze wakker wordt, gaan we gelijk eigenlijk naar buiten kijken of ze moet plassen. Want ja, we moeten natuurlijk leren om zindelijk te worden. Alleen de eerste paar weken, of de eerste week, of weet ik veel hoe lang dat is, kan de puppy gewoon nog in de achtertuin plassen. Ik bedoel, we hebben een best grote achtertuin. Ik weet niet of jullie me goed kunnen horen. Maar we hebben een best grote achtertuin. En ja, nou ja, dan is het eigenlijk wel goed. Dus de puppy kan lekker gewoon in onze achtertuin plassen. Want ja, als ze nu al de straat op gaat, ik weet niet of dat zo goed gaat. En ook degene waaraan we de puppy hebben gekocht, die zei ook, ja, je kan beter nog maar in de achtertuin even achterlaten, uitlaten. En dan pas na een paar weken echt naar buiten gaan om echt te wandelen om uit te laten en zo. Kijk, als je dan zo kijkt. Ja, ze is nog moe en lekker slapen. De achtergrond wat je hoort is de televisie. Want ja. Is wel een beetje al gewend, hè? Eerste nachtje ging wel goed. Mama erbij geslapen. Eigenlijk een beetje blaffen en nog een beetje onrustig. Maar viel eigenlijk wel mee. Ja, ze is nou een beetje moe. De bench. Alleen, ze gaat hier nog... Hoe is het even door maar het verhaal heen, Jezus. Hier is de bench. Hier gaat ze soms in liggen. Maar eigenlijk in slapen heeft ze nog in 1 keer gedaan. Ook vannacht niet. Toen, ja, mama die wou eigenlijk niet de hond zeg maar al de eerste nacht opsluiten. Terwijl ze nog niet echt gewend is aan het huis. Wat vind jij van de hond, Jinte? Heel leuk. Heel leuk. Dus zometeen als ze wakker wordt gaan we nog even kijken of ze moet plassen. Zo, daar is Nola. Hij heeft net echt 2 uur of zo al geslapen. Hé? Moet je al een plasje doen? Na 2 uur slapen? Ze is volgens mij nog best wel dus net wakker ook. Hé? Ben je een beetje moe nog? Ja, ja, ga maar je oortje. Nou, zoals jullie dus net zagen, hebben we Nola dus lekker uitgelaten achter in de tuin. En net echt precies toen we de camera uitzetten, toen ging ze plassen. Dat is al supergoed, want het is al de 2e keer dat ze buiten heeft geplast. En normaal plassen puppy's gewoon in de huiskamer, dus dat is supergoed. Dit was de puppytocht voor deze keer. Hopelijk hebben jullie genoten van deze puppytocht, van deze video. Doe een blauw duimpje dan omhoog en dan zie ik jullie bij de volgende video.